De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Sinterklaas, waar gaat u naartoe? We gaan nu naar een hele bijzondere kringloopwinkel in Brummen, aan de Zutphense straat. Ik moet even opletten nu. Sinterklaas, ik zie dat u aan het inkopen bent bij de kringloopwinkel. Waarom? Dat is... het is niet nieuw natuurlijk, maar Sinterklaas die koopt al jaren duurzaam in. Gewoon omdat ze het toch wel zonde vinden dat al die spullen zomaar verdwijnen. Hergebruik is fantastisch juist. Ja, ja. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Oh, wat kijkt hij toch lief. Ik denk dat iedereen hier maar in het vervolg inkopen moet doen. Het is tenslotte ook voor een fantastisch goed doel. Heerlijke sloffen voor bij de haard. Fantastisch. Mooie schoentjes, muiltjes. Prachtige kinderspullen. Zo schoon. Zo nieuw. En dat is twee. En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee. Ja! Sinterklaas, Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Oh. Ja, ik zit in een etage hoger. Hallo. Ja, ja. Hallo, hallo. Sinterklaas, wat doet u in deze winkel? Ik kom heel vaak in dit soort winkels, maar hier echt elk jaar specifiek. Okay. Dat heeft te maken dat Sinterklaas de duurzaamheid meer wil propageren. Dus daarom kom ik zelf fysiek ook naar de winkels toe. Goed, om spullen wat in te kopen. Wat modern van u, Sinterklaas. Nou, dat is niet zo heel erg modern, want ik word ook elk jaar weer gerecycled natuurlijk. Ik dacht, ga ik een nieuw lampje kopen of een gebruiklampje? En ik heb sinds een tijdje de filosofie, er zijn al genoeg spullen op de wereld, waarom zullen we er nog meer inbrengen? U bent een aanhanger van mij. Ja, wij verstaan elkaar. Ja. Ah, dit is Litania. Prachtig, prachtig, prachtig. Zelf gemaakt op de computer. Ik wil al die bekers meenemen. Dit is het prachtigste cadeau van de... Een pruik. Fantastisch. Kan ik even deze passen? U wilt een baard passen? Ja, dat is gewoon handig. Maar u heeft al een baard. Als die voor mij even in de was is, dan kan ik deze even gebruiken. Dat begrijp ik. Dat klinkt heel logisch. Dat is wel fijn. We gaan even naar het pashokje, Sinterklaas. Wacht. Ja. Maar het is wel echt heel mooi gemaakt. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, is de baas. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, is de baas. En Sinterklaas, hoe was het bezoek aan de kringloopwinkel in Brummen? Die kringloopwinkel in Brummen, dat is van Litania. Dat is een prachtige, hele bijzondere winkel. Is voor groot en klein, groot en klein.